Welkom bij het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Wil jij een joker winnen voor het Media Master finale spel? Ja, dat zou ik heel graag winnen. Let dan goed op. Maak alleen, samen met vrienden of met de hele klas een mini-movie. Een mini-movie? Wat is dat nu weer? Ik leg het je even uit. In het Internationale Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen waar jij elke dag gebruik van maakt. Als je water uit de kraan drinkt bijvoorbeeld, of als je met je ouders op stap bent. We hebben voor jou deze kinderrechten geselecteerd, die voor toekomstige mediamasters belangrijk zijn. Denk aan recht op privacy of recht op vrije meningsuiting. We hebben deze kinderrechten gekoppeld aan het thema van mediamasters, respect. En als je nu naar onze website gaat, dan krijg je daar een filmopdracht voor jouw mini-movie. Ja, maar hoe maak ik die mini-movie dan? Ho, rustig. Nu je het thema weet, kan je aan de slag. Maar doe dat stap voor stap. Stap 1. Het allerbelangrijkste bij elke film in de hele wereld is het verhaal. Denk daar dus eerst goed over na. Een verhaal. Kijk hoor, respect. Oké. Dat hoeft nu niet gelijk. Het mag ook later. Ja, oké. Dat is fijn. Stap 2. Je gaat je mini-movie nu opnemen en monteren. Hiervoor hebben we de Mini-Movie Maker app gemaakt. Deze is gratis te downloaden in de App Store. Als niemand op school of thuis een iPad heeft, dan mag je de Mini-Movie ook op een andere manier maken. Maar zorg wel dat je binnen de 120 seconden blijft. Dat is 2 minuten trouwens. Stap 3. Upload je Mini-Movie naar YouTube of Vimeo. Kopieer de link naar het inschrijfformulier en stuur het op. Ik ga zomaar een link kopiëren van YouTube. Dat merken ze toch nooit. Let op. We controleren alle inzendingen. En alleen zelfgemaakte films verdienen de joker. Dat is jammer. Naast de joker maakt jouw mini-movie ook kans op een remake van een professionele filmcoach. Hij of zij komt dan een dagdeel naar school om samen met de klas een verbeterende 5-minuten versie van de mini-movie te maken. En hou je vast, deze film gaat samen met andere films dan in première in een echte bioscoop. Hallo? Ik heb een leuk idee voor een mini-movie. Wat moet ik ook weer doen? Oké, nou als je even op de website kijkt, dan staat daar ook alle info. Ja, dat was ik vergeten.